Welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Union. Antwerp heeft deze wedstrijd gewonnen met 2-0. En we zitten hier met beide coaches om na te praten. Aan mijn rechterkant zit Marc Grosjean, huidige trainer van Union. Ook nog trainer geweest bij Antwerp in een niet zo ver verleden. Monsieur Grosjean, votre avis, s'il vous plaît. Bien, écoutez, un entraîneur ne peut jamais être content, évidemment, quand son équipe est vaincue. Mais disons qu'aujourd'hui, nous sommes aussi vaincus par un top club et une top équipe de la série. Et que nous avons vu aussi, à travers ce match, les différences qu'il peut exister entre une équipe qui a déjà une histoire, a vécu au sein de la Division 2 et une équipe qui est en construction. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui a fait preuve d'un très grand réalisme pour pouvoir avancer au score dans ce match et qui a bien géré les moments un peu plus difficiles. Et une équipe qui a été généreuse, je pense, dans le contenu de son match, qui a essayé, mais qui, elle, n'a pas été suffisamment réaliste dans des moments où elle pouvait peut-être revenir au score, voire ne pas encaisser un but. Donc je pense que le score et la victoire de l'Antwerp ne se discutent pas. Et j'espère aussi qu'à travers cette prestation, mon équipe et les joueurs qui n'ont jamais connu ce type de match et d'ambiance vont aussi grandir quelque part et que ça va leur permettre d'avancer et de progresser pour nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Ik denk dat we inderdaad een hele volwassen match gespeeld hebben. Dankzij het vroege doelpunt zaten we eigenlijk al op rozen. En als je weet dat je de minst gepasseerde verdediging bent, dan weet je ook als je een doelpunt maakt dat je dicht bij de overwinning bent. En ik denk dat we getoond hebben dat we terecht op de positie staan waar we nu staan. Ik denk ook dat het een goede wedstrijd was van beide ploegen. Ik denk dat de Union getoond heeft dat ze terecht op die vierde staan. Inderdaad, maar die hebben mee gevoetbald en die hebben toch wel getoond dat ze ook over mogelijkheden beschikken om het vuur aan de schenen te leggen van de topclubs. En ik ben heel tevreden over het niveau van vandaag. En ja, ik denk dat het resultaat navenant was aan de prestatie. Het wordt ondertussen zelfs afgezegd dat ik zeg dat het afgezegd is, maar we pakken weer geen tegendoelpunt, weer de nulgel. Ja, dat doet het plezier. Hè. Op den duur word je daar nog sterker van. Het enige jammere is aan die heel weinig aantal tegendoelpunten dat ze ons wel telkens punten gekost hebben. En ja, als je zo'n beperkt aantal doelpunten slikt en ze kosten je af en toe punten, ben je soms beter dan je een keer een paar doelpunten slikt en dan je een paar punten meer hebt. Maar ja, het toont nog eens dat we heel solide zijn en dat we over een uitstekende defensie en keeper beschikken. Maar het is ook de verdienste van de volledige ploeg dat we nog maar 5 doelpunten tegen hebben. Onze volgende opdracht is weer een topper naar Eupen. Dat wordt ook een moeilijke partij. Ja, dat is... Ik had gezegd vooraf in mijn bespreking dat we kunnen werken naar een superweek. En om een superweek mogelijk te maken moest je vandaag starten met een overwinning. We zijn gestart met een overwinning, dus we hebben een drieluik. Union, Eupen en Westerlo. Ik kan niet zeggen tegen de groep dat Westerlo niet ter sprake kwam. Union is voor de beide gegaan. Laat ons nu een goed resultaat neerzetten in Eupen. En dan hebben we een andere drive. Dan hebben we Westerlo. En het is gelukkig een weekend vrij na Westerlo. En ik denk dat dat echt top is om naar uit te kijken. Uit in Eupen op vrijdagavond. Iets speciaals. Een topmatch op vrijdagavond. En dan bekermatch, cupmatch in Westerlo. Dus ja, het is een mooie start van een leuke week. Wim heeft vorige week uitstekend gespeeld. Ik heb het hem ook eerlijk gezegd. Hij heeft getoond dat hij klaar is op de momenten dat we hem nodig hebben. En ik heb voor Mamoutou en Johanna gekozen. Het zijn internationals. Die jongens hebben een ongelooflijke drive. En ze horen in die ploeg te staan. En het is leuk te zien dat Wim vorige week een waardige vervanger is en
Alhoewel ik hem niet echt een vervanger zou durven noemen, maar hij blijft het vuur aan de schenen leggen van het tweetal. En als ze een mindere vorm hebben, dan is hij de geknipte vervanger. Dus ze kunnen het niet permitteren om, ja, om eens minder te trainen of een niveautje lager te trainen, want dan is meneer de Dekker daar. Het wordt wel een heel andere koek, denk ik. Het gaat er snel zijn, zondagavond. Ja, dat zijn topmatchen. Hè. Daar doe je het voor als speler. En, ik denk dat ze ongelooflijk uitkijken naar, naar die topmatch. En die topmatch was, ja, was toch, laten we zeggen, dat het alleen maar een topmatch was op het moment dat je vandaag de 3 punten pakt. En ja, door de zege van vandaag is het een echte topper. Je had je groep gezegd vooraf, ik wil vroege goals, of een vroege goal op zijn minst. Je hebt gekregen wat je wou, één vroege rust en nog sneller na de rust. Ja. Is dat wat je ploeg nodig heeft om... Echt te kunnen freewheelen? Ja, ik denk dat elke ploeg dat nodig heeft. Elke ploeg die wil voor een overwinning gaan, dan, ja, dan moet je zo snel mogelijk proberen de tegenstander uit zijn kot te lokken. Je ziet de wedstrijd tegen Cercle, hebben we een zeer goede wedstrijd gespeeld. Ik denk misschien evenveel kansen of misschien nog meer kansen dan vandaag, maar dan lukt het doelpunt niet. En vandaag is de treffer van Owusu super belangrijk in het concept van deze match tegen Union. En beest op de bank, Owusu nog eens in de... Dan heb je altijd gelijk als trainer natuurlijk. Tuurlijk heb je altijd gelijk. Het is zo dat we hebben een ganse groep en het zou zonde zijn moest ik niet van mijn groep gebruik maken. En mocht ik alleen maar vasthouden aan mijn 11 spelers, dan staan we niet op de positie dat we nu staan. Dus ik geef het vertrouwen aan mijn volledige groep. En William is een ongelooflijk belangrijke schakel. Even belangrijk of Nico Binst. En even belangrijk of Adesanya. Dus je moet de jongens brengen op het moment dat je denkt dat je ze echt nodig hebt. En als je ze niet brengt, dan gaan ze verloren. En ik wil niemand in mijn groep verliezen. Oké, en die DIA was misschien de beste man op het veld. Ja, ik vond hem ook... Ik denk dat die jongen een hoog niveau haalt. Hè, en dat hij week na week toont dat hij een serieuze aanwinst is voor Antwerpen.